Ik kan dat leren. Ik ga volwassen worden. Neemt u gerust van mij aan dat houtige mannetjes niet door wild in het rond te rennen en te springen als het ware volwassen worden. Het verhaal van Pinocchio. De houten pop vervaardigd door klokkenmaker Geppetto, die tot leven wordt gewekt en vervolgens denkt dat hij vanzelf volwassen wordt en dat de rest van zijn leven ook zal blijven. Pinocchio wordt deze dagen gespeeld door het theater op het Willem Lodewijk Gymnasium, waarbij men zich gebaseerd heeft op het gelijknamige Italiaanse boek van schrijver Carlo Collodi. Papa Geppetto, ik heb heel veel geleerd. Ik kan lopen en rennen. Springen. Ja, ik ben Geppetto, de klokkenmaker, en die heeft de pop gemaakt. Dus die zit in zijn houtwerkplaats en daarom heb ik ook een beetje werkersklofje aan met een vies overhemd, een schort. En ik heb ook nog een wollen jas, maar die heb ik nu niet aan, maar die verkoop ik eerder al in een stuk. Je moet naar school, maar ik heb geen boeken voor je. Boeken kun je kopen. Waar haal ik het geld vandaan? Jas verkopen. Wat? Ja, mooie kraag. Goede voering. Maar het volwassen worden is ook een weg vol hindernissen, want op advies zit Pinocchio niet te wachten. Hij loopt gewoon zijn neus achteraan. In het stuk wordt Pinocchio gespeeld door Olger van der Stegen, die in september auditie deed, maar nooit verwacht had de hoofdrol te krijgen. Zo moet je dat openen. Het is beter gegaan dan ik had verwacht. Wat dacht je toen je dat hoorde? Ja, ik kon het eigenlijk niet geloven, want ik doe het niet zo heel goed, naar mijn gevoel. Als heel veel mensen aan Pinocchio denken, dan denken ze aan die houten pop die dan bij het liegen een hele lange neus gaat krijgen. Jullie gaan eigenlijk in het stuk echt terug naar het begin, hè? Naar het Italiaanse begin van het stuk. Ja, het is echt de Italiaanse versie. Het heet ook Le Avventure de Pinocchio. En we hebben ook heel veel met de Italiaanse zang en een beetje opera, zeg maar. Waarin verschilt de Italiaanse versie van de Disney-versie, om het zo maar even te zeggen? Nou, wat mezelf wel opviel is dat Jaapie Krekel, die heel bekend is in de Disney-film, die gaat meteen eigenlijk in een van de eerste scènes al dood. Dat klinkt heftig. Zeker, ja. Het gebeurt met een hele grote houten hamer. De moord op de Krekel wordt afgewisseld met fraaie muziek, want het Willem Lodewijk Theater pakt groots uit met een orkest, een koor en zangers en zangeressen die vrijwel allemaal Italiaanse liedjes ten gehore moeten brengen. Het is wel heel leuk een keer wat anders, maar het is wel moeilijk de Italiaanse tekst en de uitspraken te leren. Dus ja, het is best moeilijk, want de uitspraak is best wel een ding, vind ik. En het is ook moeilijker om te onthouden, omdat je de taal niet spreekt en dan is het, vind ik het moeilijker om teksten te onthouden, want ik heb ook niet echt een idee van wat ik precies aan het zingen ben. Hoe is jouw Italiaans? Ja, heel goed eigenlijk. Het is, je zit op een Grieks-Latijnse school, hè, en dan gymnasium en dan en je moet een lekkere rollende R hebben. En ja, dat komt wel goed, denk ik. Het jaarlijkse Willem Lodewijk Theater is een evenement waardoor veel leerlingen halsreikend naar wordt uitgekeken. De voorbereidingen en de eerste repetities beginnen eind september, waarna er tot april tientallen uren in worden gestoken om alles zo perfect mogelijk te maken. Nou, het is heel gezellig. Het is ten eerste leuk om te zien dat er zoveel, heel veel creatieve mensen zijn. Maar het is ook, de mensen zijn gezellig en het is leuk om te doen, ja. Ja, ik weet niet, het is iets heel leuks. Misschien is het gevoel dat je iets voor de school doet, maar ook, weet je, ik heb een beetje zelf het, dat iedereen staat, iedereen aan het eind helemaal staat te klappen en zo. En ja, dat is wel echt een fijn gevoel. Wat staat er? Kun je niet lezen? Straks ga ik het leren. Wat staat er? Marionettentheater. Entree, 50 cent. Wat betekent entree? Dat je geld moet betalen als je naar binnen wilt. Wanneer ben jij vanavond tevreden? Ja, als het achter de rug is, als het publiek tevreden is, als er gelachen wordt, ja, dan ben ik tevreden. Ja, zodra die voorstelling klaar is, zijn we echt een daverend applaus krijgen natuurlijk. Dan geniet jij. Zeker.
Pinocchio is tot morgenavond te zien in het Willem Lodewijk Gymnasium. Mensen die het stuk willen bezoeken, die hebben pech. Alle voorstellingen zijn namelijk volledig uitverkocht.